Dan kan je bijvoorbeeld vis kopen met een MSC-label erop. Ja. Daar staat dan heel groot onder duurzame vis. Ja. Het verbaasde mij best wel dat bijvoorbeeld CO2-uitstoot daar helemaal niet in meegenomen wordt. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in de Bali of thuis of waar ook ter wereld als je bent ingeschakeld. Van harte welkom. En dit is een aflevering uit een vertrouwde serie van de Bali, maar vandaag wel een speciale, want het betreft namelijk een samenwerking met de redactie van Pointer, de onderzoeksredactie van KRO NCRV. Het is een programma dat ik toevallig ook presenteer, maar dat staat hier verder helemaal buiten. En vanavond ligt er een politieke en culinaire vraag op ons bord. En volgens mij is het eigenlijk zo dat elke vraag ook uiteindelijk een politieke vraag is. En in dit geval is de vraag: hoe kunnen we in de toekomst op een duurzame manier blijven eten uit de Noordzee? Want menig visser weet, de vis wordt duur betaald. Maar weet de rest van Nederland dat ook? De visserij moet duurzamer, maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe zorgen we ervoor dat lokale duurzame vis ook daadwerkelijk op ons bord belandt? Bovendien verlangen we op dit moment erg veel van de Noordzee. Duurzame visserij, wind op zee en niet bevisbare natuurgebieden. Hoe kan deze transitie samen met de vissers worden bereikt? Vanavond gaan we op zoek naar een duurzame verhouding tussen de Nederlandse keuken en de zee. En voor iedereen die online meekijkt, er is een mogelijkheid voor u om mee te praten en vragen te stellen. En dan komt er nu een woord waar ik nog nooit van heb gehoord, maar in ieder geval, de Menti-code, whatever that is, de Menti-code die verschijnt nu in beeld. Dus u kunt vragen stellen. Maar ik ga nu eerst eventjes vragen aan u in het publiek stellen. Wie kookt er thuis nou geregeld vis? Jeetje, zelfs Jacob. Jacob, jij steekt niet eens je hand op. Oh, je was geïnteresseerd. Maar ja, goed, Jacob is van de grootste vishandel van Nederland. Dus ik zou verwachten dat hij ook af en toe wel eens vis kookt. Wie eet er eigenlijk alleen maar vis in het restaurant? Ja, vrijwel alleen maar. Ja. Luc X daar. En als jullie nou vis kopen, kopen jullie dan ook wel eens een hele vis? Gewoon met zo'n kop eraan en zo? Ja, nou, dat zijn dan ongeveer 4 mensen. En dan wil ik even weten, waar let u dan op als u zo'n vis gaat kopen? Wie let er op duurzaamheid? Juist. En nou wordt het interessant, want nu ga ik... Ja, ik laat hier even de expert even achterwege. Mevrouw, en wat betekent dat dan eigenlijk als u let op duurzaamheid? Nou, ik vraag wel waar het vandaan komt. Ja. En of het in het seizoen is. Ja. En of het niet... of ja, ik vraag natuurlijk gewoon hoe het gevangen is, maar ze kunnen me natuurlijk alles vertellen. Ja, en bovendien dan zeggen ze van, nou, het is met zo en zo net gevangen. En dan, wat denkt u dan? Oh, dat is een goed net. Nee, ik denk, als ze echt een sleepnet gebruiken dan. Maar ik vraag er wel eens naar, maar soms weten ze het ook gewoon niet. Dus eigenlijk zegt u, is het duurzaam? En dan zegt ze ja, en dan zegt u, doe maar. Nee, ik probeer zelf ook na te denken. Ja, en u vraagt waar het vandaan komt. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, ik probeer dan... wel uit de Noordzee eten. Oké, dat is mooi. Nog meer duurzame kopers? Ik ben het... Ja, mevrouw daar helemaal voor mij links, Kees. Ja, ik heb dan wel eens gelezen dat bijvoorbeeld makreel... dat je dan nog wel kan gaan eten. Dan kies ik dus een makreel. Oh, ik kies er eigenlijk gewoon altijd de makreel? En ook wel eens een haring. Een haring, en ja. Een zeebaars, dacht ik ook. Zeebaars wordt het al, hè? Ja. Ik zie hier nu wat experts die kijken dan wat fronsend. Bijvoorbeeld, denk u dan ook voor zeebaars bijvoorbeeld heel vaak ook kweekvis? Vindt u dat dan juist wel of niet duurzaam? Om maar even iets te doen. Ja, daar kunnen ze mij ook mee in de war brengen. Ik weet niet welke dan... Nee, oké. Okay, ja. Laten we nog één duurzame koper doen uit de zaal. Of was dit het gewoon? Oh, ik vind het wel heel mooi dat we hebben dus een zaal waarvan het grootste deel eigenlijk geen vis, niet vaak vis koopt. Daarvan koopt bijna niemand een hele vis. En er zijn 2 mensen in de zaal die zich überhaupt bekommeren over duurzame vis. En toch bent u allemaal voor een avond over duurzame vis. Dus dat is toch ook mooi dat wij in Nederland houden toch meer van over de dingen praten
dan er ook werkelijk de consequenties van te aanvaarden. Nog even een andere vraag. Wie ziet Nederland als echt een vissersnatie? Wie zegt, nou, dit is nou een land dat heeft, dat hoort echt, dat visserij en Nederland die zijn diep met elkaar verbonden. Wie ziet dat zo? Ik heb er één. Ja. Mag ik het wel? Ja, je mag meteen ook wat zeggen. Oh, sorry. Nederland is sinds de Hanzetijd, zou ik maar zeggen, toen er zout gehandeld werd tegen haring, is er een vissersland geweest. En het is nog steeds, het is voor mij ook de kern van mijn wekelijkse menu. De kern van uw wekelijkse menu? Ja. Maar u let alleen dan niet op de duurzaamheid? Nou, ik koop bijna altijd van de Noordzee. Ah. En dan is het altijd binnen de quota en binnen de regels en dan is het allemaal goede vis. Kijk eens. Weinig voedselkilometers. We waren zo lang op zoek naar mensen om aan dit debat mee te doen. U stond niet op ons lijstje, maar u weet er heel veel van, hoor ik al. Ik let niet op duurzaamheid. Ja. En wie ziet Nederland als een... Dus het is wel gek dat maar weinig mensen Nederland echt als een vissersnatie zien. Maar wie ziet Nederland dan als een echt visetend land? Het is een beetje pijnlijk, Kees, want we gaan dus straks wat misverstanden wegnemen. Maar in deze zaal bestaan die misverstanden eigenlijk niet. Zonder begrip ook geen misverstand. Nee, mooi. Zonder begrip ook geen misverstand. Maar met begrip op zich wel minder misverstand dan zonder begrip. Dat is dan ook begrepen. We hebben dus net al een beetje proberen uit te zoeken wat is duurzame vis. Nou, daar kwamen we niet per se heel duidelijk uit. Maar laten we dan even gewoon de algemene vraag stellen. Wie zegt duurzame vis bestaat? Ja, maar dat is een. Ja, er zijn natuurlijk mensen die denken door de titel van ja, het bestaat niet. Dat zeggen ze zelf, dus dat ga ik nu niet. Maar Hendrik is een visser, die telt niet mee. Dan ga ik u toch even nog vragen, wat verstaat u daar dan onder? Ik versta daaronder vis die op een duurzame manier gevangen is. Ja. En die, wat betekent dat? Met een selectief net. En ook waarvan er genoeg bestaat. En dat het beheer heel goed is. Dus dan kom je uit bij een vis met een keurmerk of vis die groen is op de viswijzer. Jee, wat zitten we toch? Ja, het is ook wel bekend dat de Bali altijd heel intelligent publiek heeft. En u bewijst het toch vandaag weer. Maar daar laten we ons helemaal niet door uit het veld slaan. We gaan, dit was eventjes ook even te weten van nou, wat voor vlees we in de kei hebben. Maar we willen toch ook wat misverstanden gaan wegnemen. En daarom gaan we nu, dames en heren, naar de vaste rubriek. U, als vaste bezoeker van deze serie kent u hem wel. Dat is namelijk de rubriek Haringhappen met de historicus. Frits Loonmeijer, kom maar naar voren. Dan gaan we haringhappen. Dames en heren, Frits Loonmeijer is maritiem historicus. Hij was lang directeur van het Rotterdams Maritiem Museum. En Frits, ja, haringhappen gebeurt hier, hè, dat weet je. Frits, jij bent bezig met een boek over de Nederlandse visserij. Klopt. Ja. Nou, beginnen we al met een... Er is natuurlijk veel cultuur rondom vis, maar er is heel veel cultuur ook rondom haring. Klopt. Want kijk, ik ga echt niet mijn haring zo opeten zoals jij dat gaat doen. Is er iets? Ja, moet ik die vast? Ja. Hè? Want kijk, jij gaat dat. Laat maar zien hoe jij dat doet, Frits. Dat doen ze dus in Rotterdam en in Volendam. Maar wij Amsterdammers doen dat niet, hoor, Frits. Nee, gek is dat. Ja, dat is gewoon zo smerig hoe je dat doet. Oh. Ja. Kijk, ik had ook liever gehad dat hem al een beetje in stukjes had gereden. Wat vind je eigenlijk van, wat is jouw standpunt in het uitjes- en zuurdebat? Nou, als de haring goed is, is dat niet nodig. Nee. Dat stoort. Stoort? Ja. En is de haring goed? Beetje tranig, hè? Al. Ik vraag me af of dit wel nieuwe haring is. Mooi. Dat is al meteen punt 1. Nieuwe haring. Bestaat dat eigenlijk wel? Nou ja, elk jaar opnieuw ja. Komt er haring in het land. Ja. Alleen dat wordt vaak Hollandse nieuwe genoemd. Ja. En dat bestaat in die zin al heel lang niet meer, want dat wordt door Noren gevangen. Ja. En ook daarvoor een groot gedeelte verwerkt. En dan komt het op een gegeven moment deze kant op. Ja. En sinds de vriestechniek zover is
dat je het verschil niet meer proeft, ja, is dat ook heel prima. Maar Nederland maar vaak heb je dus eigenlijk ook maar echt 1 week in het jaar is de kans groot dat ook echt die nieuwe haring is. Nou, 1 week is een beetje heel kort. Maar het zit in deze periode. Vroeger was dat in de oude tijd was dat vanaf half mei. Tegenwoordig is dat begin juni. Ja. En dan zo een aantal weken dat die haring met een bepaald vetgehalte gevangen wordt, ja, en verwerkt wordt, zodat je dat op deze manier kunt eten. Ja, en dan na een paar weken is het alweer voorbij en dan kan je weer gewoon een haring van een jaar oud eten. Nou ja, je kan haring uitstekend bewaren. En ja, dat was in de middeleeuwen al zo, dus je kan er jaren mee toe. Hij wordt er niet echt veel lekkerder van, maar hij bederft niet. Het is gewoon een beetje een marketingverhaaltje. Nee, het haring die nu direct van schip komt, is absoluut lekkerder maar dan eentje die een half jaar geleden. Ik heb wel eens een nieuwe haring gegeten 2 weken voordat de nieuwe haring er was. Ja, nou, dan zit je bij de verkeerde visboer. Nee, juist bij de goede. Oh. Die niet meewerkt aan het marketingverhaal. Kan ook. Voor de televisie was dat dan, hè? Oké. Okay. Ja, dan heb je soms andere. Ja, gelden er andere regels. Luister. Klopt het nou? We gingen wat misverstanden wegwerken die hier kennelijk in de zaal geen misverstanden zijn. Maar is Nederland een land van vissers en boeren? En dan gaan we het nu hebben over de vissers. Is het echt een land van vissers? Klopt het dat we een hele grote vloot hebben en dat we heel veel vis uit de Noordzee vangen? Nee. Het antwoord daarop is uitermate kort. Nederland is absoluut geen vissersland. Hè? Het heeft een zeer kleine vloot. Je zou eigenlijk de zaal eens even moeten vragen. Hoeveel Nederlandse zeevissers zijn er? Enig idee? Mooi. Nou, petje op, petje af. 150 hoor ik. Ja, maar die meneer weet alles. Ja, die meneer weet alles. Die doet niet die mee. Die mag niet meer meedoen. Maar zijn het er 1000, 2500, 5000, 10.000? Hoeveel vissers hebben we? Nee, die meneer mag niet meer meedoen. Ja. 500 wordt er geroepen. 500. Ja. Nou, deze zaal hoef je inderdaad weinig te vertellen. En het zijn er krap 1000. 1000 Nederlanders, ja, die op zee hun brood verdienen met de zeevisserij. Dus het is een uitermate kleine sector, ja, in termen van werkgelegenheid. Ja. Is ook maar een zeer beperkt aantal schepen wat onder Nederlandse vlag vaart. En die dus in de Nederlandse statistiek terechtkomt. Dat is niet helemaal zuiver, want er zijn flink wat Nederlandse schepen onder buitenlandse vlag. Ja. Met name hele grote. Maar het is een hele kleine vloot. Het zijn heel weinig mensen. En ook de omzet van de vissers, hè, wat ze aan land brengen onder Nederlandse vlag, ja, is een paar honderd miljoen. Dus als economische sector, visserij, ik heb het niet over verwerking, ik heb het niet over handel, maar de visserij is klein. En ja, je moet maar kan je, terug maar kan je naar 1900. Laten we even terug naar 1900, ja. Dan is het 1% van de werkende bevolking is visserman. Toen kon je spreken van... Dat is veel. Dat is relatief, ja, veel, ja, maar dat is al heel lang geleden. Kan je dan uitleggen waarom wij dan toch ons zo druk maken om die visserij? Waarom we hier, we maken de televisieprogramma's en we hebben hier in de avond, de hele Bali zit stampvol met mensen die het over de visserij willen hebben. Waarom is dat dan eigenlijk? Ja, dat probeer ik inderdaad ook achter te komen. Want ja, het is uiterst curieus. Je ziet het niet alleen dat wij dat doen, maar in Brexit, een van de twee laatste grote knelpunten, dat, ja, was visserij. Sterk nog, jij hebt weer een dik boek over die visserij geschreven. Dat er dus ook eigenlijk helemaal... Ja, dat slaat ook nergens op, huis. Nee, ja, nee, het is niet nodig. Maar goed, ja, toch vind ik het voor mezelf een intrigerende vraag. Want, ja, wij hebben het er inderdaad nu over. Ja, dat zit hem in cultuur. En inderdaad de misvatting, ja, dat wij onszelf identificeren, denk ik ook. Ik denk dat een aantal mensen hier in de zaal zijn ongeveer net zo oud als ik. En die hebben op de lagere school nog zwart-wit films gezien van hoe de stoere vissers het eten voor ons ontworstelden uit de Noordzee. Ja. En dat waren dus de helden van net na de oorlog. Ja, het is een heel jong publiek. En, maar ergens zit het nog. Maar ook in Italië, Frankrijk, Spanje, Noorwegen heb je dat soort films gehad. Maar het zit diep in de gedachte dat visserij bij ons hoort. Maar het gaat een beetje in één adem door met die strijd tegen het water. Ja, ja, daar hoort het bij. En politiek is daar ook altijd dol op geweest. Het is ook heel curieus dat autoritaire regimes altijd dol geweest zijn op visserij en op de stoerheid die daar uitsprak. Ja. Denk aan Portugal in de tijd van Salazar of Spanje in de tijd van Franco. En je ziet nu ook bepaalde politieke partijen die met de visserij proberen weg te lopen.
Maar het is een cultureel verschijnsel. Het is niet economie, het is een cultureel verschijnsel. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als het een cultureel verschijnsel is... maar dan loop ik een beetje voor op de discussie... dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan kunnen we van die visserij... Hè, je hebt molens waar je kan gaan kijken, je kan naar klompenmakerij... dan kan je ook gewoon een paar cultuurvissers inhuren... die gewoon een soort openluchtmuseum spelen. Ja, maar die zijn er ook. In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, in Spakenburg heb je een prachtige botterwerf. Maar gewoon die paar vissers die dan ook echt gaan vissen, die kun je dan gewoon vanuit een soort... Maar dan moet het landpubliek moet mee naar zee om te kijken hoe dat gaat. En dan worden ze zeeziek en dan vinden ze dat opeens niet leuk meer. Dat werkt niet. Dan brengen ze wat aan land, dan krijg je dan een soort culturele subsidie voor. Ja, oké. Je zou het kunnen gaan verzinnen, maar goed. Stelling 2. Visserij, dat zijn toch die urkers die te veel haring vangen? Ja, dat is ook... Toevallig hoorde ik dat gisteravond. Toen hoorde ik dit letterlijk nog. Toen hadden we het even over haring. En toen werd gelijk de link gelegd met Urk. Want visserij, dat is Urk. Vroeger was dat Scheveningen en Katwijk. Maar vandaag de dag, voor mensen die er... De gemiddelde Nederlander als die bestaat. Maar die associeert dat al gauw met Urk. Visserij associeer je met haring. Dus haring en Urk. Ja. In de tijd van de Zuiderzee vingen Urkers inderdaad haring. Na de Tweede Wereldoorlog ook nog een klein beetje. Maar de haringvisserij, eventjes dit haringtje... dat is toch altijd het werk geweest van de Hollandse vissers... en van de vissers uit Enkhuizen en de Noord-Hollandse vissers. Dus Vlaardingen, Katwijk enzovoort. En de Urkervisserij, dat is een andere sector. En dat voor het goede begrip van die industrie, de visserijindustrie... moet je twee dingen heel goed in de gaten houden. Als de pers het heeft... een shot in het journaal, dan gaat het altijd over kotters. Betrekkelijk kleine schepen, tot een meter of 40 of kleiner... die tot voor kort overwegend op platvis vingen. Ja. En daar is Urk dominant in. Dat is dan vaak Noordzeevissers. En dat zijn grotendeels Noordzeevissers. Ja. Maar daarnaast, die haring, die wordt door Nooren gevangen... maar de vroegere haringvissers, die tot ongeveer in de jaren 80 haring vingen... die zijn overgeschakeld op andere soorten vis die je op een heel andere manier vangt. Want dat zijn vissen die in scholen zwemmen, en ik wil niet te technisch worden... en die vang je op een andere manier met zwevende netten, pelagische netten heet dat. En dat zijn hele grote schepen. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt ook op de Noordzee, dat gebeurt veel ten westen van Ierland, Schotland. Dat gebeurt in het kanaal, maar dat gebeurt ook bij Marokko en dat gebeurt ook in de Stille Oceaan. Ja. En we hebben in Nederland nog 3 bedrijven en die behoren tot de grootste van Europa. En die hebben een betrekkelijk klein aantal schepen, maar dat zijn wel hele grote schepen. Trawlers. Die behoren tot de grootste schepen ter wereld, visserijschepen. Maar eigenlijk hebben we het juist meer over die andere, over die kotters die op de Noordzee plat is. Daar gaan we het vanuit. Maar je begint toch met haring. Ja, omdat we dit even duidelijk willen maken. Omdat we dit duidelijk willen maken en omdat dit Nederlandse cultuur is. Omdat dit Nederlandse cultuur is. Maar ik vind hem een beetje tranig. Ik vind hem ook een beetje tranig. Ik eet hem ook niet op. Als u het wel doet, eigen risico. Mensen hier vonden Nederland niet echt een visetend land. Hebben ze daar gelijk in? Ja, daar hebben ze enorm gelijk in. En Nederland is nooit een heel groot visetend land geweest. Als je dat vergelijkt. Wij zitten al decennia lang zo rond de 10, 11 kilo per hoofd van de bevolking. En als je naar de echte visetende landen gaat, dan moet je naar het zuiden. Italië, Spanje, Portugal aan de top en dan zit je rond het zesvoudige. Gek, hè? En en dat betekent dus, en dat is ook al vanuit de Gouden Eeuw het geval... dat de vis die in Nederland aan wal gebracht wordt en die je kunt conserveren... oftewel die haring weer... Kaken, maar vooral zouten daarna. Dat ging toen ook al voor een deel naar de export. Ja. En de Nederlandse visserij drijft net als de Nederlandse landbouw en veeteelt op export. Ja. Dus een betrekkelijk klein gedeelte van wat aan land gebracht wordt... blijft in Nederland. Het meeste gaat naar het buitenland. In alle programma's die ik over voeding heb gemaakt... en waar ik zowel in Nederland ben geweest als in Zuid-Europa... is meestal zo, in het zuiden houden ze de lekkerste dingen voor zichzelf. En wij exporteren al onze lekkerste spullen. En wij mogen de rotzooi zelf opeten. Ja, nou ja, we hebben hier gelukkig ook goede vis. Maar er zit wel een kern van waarheid in, ja. Ja, wij zijn dus echt gericht op de export. Kan je me nog iets vertellen over de geschiedenis van de duurzaamheid rondom visserij?
Ja, duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid en visserij, dat heeft een geschiedenis die vooral verband houdt met overbevissing. En daar de ontwikkeling van de laatste jaren van het begrip duurzaamheid haalt de praktijk in. En er is gevochten door een heleboel mensen die er keihard aan gewerkt hebben en organisaties om te komen tot inderdaad een certificering. Ja. Om te kunnen zeggen, deze vis die wordt op een duurzame, tussen aanhalingstekens, manier gevangen. En dat wil vooral zeggen dat er genoeg van is. Een van de mensen in de zaal zei dat. Ja. En dat die niet overbevist wordt. Dat het management systeem wat daarop gezet is, functioneert. En dat de quota, dat men zich daaraan houdt, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar we zitten natuurlijk met een heel andere definitie van het begrip. Met een schuivend begrip van duurzaamheid. Ja. Hoe zit dat met die dieselmotoren? Hoe zit dat met grondberoering? Die dieselmotoren, dat was nooit. Dat hoor je trouwens, niemand in de zaal hoor je daarover iets zeggen. Zo slim zijn we ook weer niet. Maar dat is in Nederland nooit een echte discussie geweest. Ja, geweest. Er is nog geen alternatief. Dus het is pas aan de gang. Ja. Dus je kunt er wel over hebben. Je moet het er ook over hebben. Ja. Maar er is tot op heden nog niet echt een alternatief. En dus een deel van de discussie is tamelijk theoretisch. Maar als ik jou nou goed begrijp, is die visserij is heel erg klein. Het gaat om export, maar het gaat dus toch om een relatief. We zijn niet echt zo'n grote visnatie. Dan gaat het dus vooral om een cultuurhistorisch of een cultureel debat. Ja, een cultureel debat wat daarmee gelijk politiek is. Ja. Met een hele sterke, door de geschiedenis, door de historie bepaalde manier van denken. Van dit kunnen wij niet laten gaan, dit moet bestaan. Ja, ben je daarmee eens? Nou, het zou mij buitengewoon spijten. Ik vind het een ongelooflijk interessante bedrijfstak. Ja. Als dat niet meer zou bestaan, en ik hou van havens met volle havens met schepen. Maar als je er gewoon sec naar kijkt, ook met een econoom, dan gaat het over een flinke fabriek met 1000 man, die gaat dat door of niet? Zo kun je er naar kijken, cijfermatig. Ja. Zou mij buitengewoon spijten. En ik vind het een enorme uitdaging om te kijken of het ook anders kan. Bovendien, Maar het is wel interessant dat die fabriek met 1000 man... dat die toch op een bepaald moment dan het politieke debat zo kan domineren. Ja, en anders dan, ik noem de boeren al een tijdje, anders dan de boeren die al meer dan een eeuw, al anderhalve eeuw, in staat zijn om een uitstekende politieke lobby te voeren. Of in elk geval in het verleden hebben ze dat gedaan. En de vissers zijn wat dat betreft redelijk onzichtbaar geweest. En die hebben dat, vissers en overheid hebben elkaar nooit begrepen. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is eigenlijk in alle westerse landen zo. Als je op zee zit, kan je ook niet naar het binnenhof trekken. Nou, je kunt wel havens blokkeren en dat is ook vaak genoeg gedaan. En dat hebben Schotten, Nooren, Nederlanders, Spanjaarden, iedereen heeft dat wel gedaan. Maar dat levert mooie plaatjes op, maar biedt toch niet zoveel soelaas. Dus een echte goede lobby, gebaseerd ook op feiten, dat is vanuit de visserij nooit gelukt. En tegelijkertijd, maar het is ook maar een lobby voor een fabriek van 1000 man. Dus ja, maar goed, toen tot 2003 hadden wij een ministerie van landbouw en visserij. Ja. En dat op zich is dat al heel merkwaardig. Dat is eigenlijk gek dus. Toen waren er 2300 vissers nog. Ja. Maar ministerie voor visserij. Ministerie. Ja. Voor nog geen 2500 vissers. Dat is heel bijzonder. En toch is het zo dat ministerie ook niet echt in staat was om tot een beleid te komen wat door de visserlui gesnapt werd en wat ook werkte. Dankjewel. Nou, dat was dus even het historische kader. U begrijpt nu dat we het eigenlijk over een volstrekt irrelevant onderwerp hebben inmiddels. Annemee van Tilburg van het programma Pointer, wil jij vast hier richting tafel komen? We gaan zo hier aan tafel ook praten met een visser en een vishandelaar. Die zullen ook wel geschrokken zijn van wat ze net allemaal hebben gehoord. Annemee, deze avond is dus in samenwerking tussen Pointer en de Bali. En ik ben vandaag van de Bali. Ja. Voor de duidelijkheid. En jij bent van Pointer. Oké. Okay. Jullie hebben een aantal maanden lang onderzoek gedaan naar de visserij op de Noordzee.
En Annemee, nou horen we dus net van ja, die visserij op de Noordzee en die Nederlandse visserij, die stelt er eigenlijk heel erg weinig voor. Waarom, als je dat dan zo hoort, waarom maak je daar dan, ja, waarom doen we dit allemaal en waarom hebben jullie daar ook een hele uitzending over gemaakt? Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad, als je dat zo hoort. Kijk, we maken met Pointer natuurlijk, hebben we al heel veel uitzendingen altijd gemaakt over verduurzaming in de voedselketen en zo. We hebben heel veel aandacht aan boeren besteed. Dus het werd denk ik ook wel eens tijd om ook wel eens aandacht aan die vissers te besteden. Ja. Ook al is het maar heel klein. Het moet ook even bij zijn. Visserij levert gewoon ook mooie televisie. Nou, dat wilde ik net gaan zeggen, Teun. Ja, moet ik wel eerlijk zeggen, ook een van de belangrijkste redenen om dit te gaan doen. Omdat het natuurlijk ook wel echt een fascinerende wereld is. Ja. Ik bedoel, als je hier in Amsterdam vertelt dat er mannen een week lang op een schip gaan zitten, om het uur soms hun wekker zetten, de netten uitgooien. Dat is natuurlijk echt een fascinerende wereld. Wereld waar je, de meeste mensen zich niks bij kunnen voorstellen. Behalve deze mensen. Ja, ik ben ook wel een beetje geïntimideerd door alle kennis die hier in de zaal zit. Geïntimideerd en eerlijk gezegd ook een beetje geïrriteerd. Ja, precies. Ja. Dat heb ik ook wel. Ja, dat is wel een beetje jammer. Ja. Wat wilden jullie nou uitzoeken? Nou, kijk, wij zijn er naar gaan kijken. En toen zagen we eigenlijk al snel dat de overheid ook allemaal duurzaamheidsplannen heeft met de visserij. Net als bij de boeren moeten de vissers ook verduurzamen. Ja. En nou, daar gingen wij dus naar kijken. En toen kwamen we eigenlijk al heel snel Hendrik tegen, die ze ook aanschrijft. Toen kwam mijn collega Huub hem tegen. En toen zagen we eigenlijk van, nou ja, de overheid wil. Hendrik is een visser, hè? Hendrik is een visser, die komt zo. Ja. En de overheid wil dat de visserij ook minder brandstof gaat verbruiken. Dat er minder bijvangst komt. Dus dat er minder te kleine visjes worden gevangen. Ja. Die nog niet volgroeid zijn. En dat er minder bodemberoering is. Dus dat de bodem niet te veel omgespit wordt en in stand wordt gehouden. En toen vonden wij een visser die dat eigenlijk allemaal doet. Die daar heel serieus mee bezig is. Maar we kwamen er ook achter dat dat niet echt makkelijk afging. En dat hij eigenlijk financieel ook daardoor niet zo goed voor stond. Nee, dus maar zeg je dus van nou, wat zei je nou? Bodemberoering, brandstof en bijvangst. Bijvangst, ja. Dat is BBB, maar dan niet van Caroline van der Plas. Nee. Dat zijn dus eigenlijk belangrijke. Dat zijn dus volgens de overheid zelf ook kenmerken van duurzaamheid. Ja. Dat zien zij als waar de visserij naartoe moet. Ja, tegelijkertijd, als je dus in de winkel duurzame vis wil kopen, dan is dat, zijn dat dan ook de criteria voor duurzame vis? Nee. Nou ja, tenminste, dat kan je wel als criteria hebben, maar dat is iets wel wat wel moeilijk is om te vinden in de winkel. Kijk, als je naar de winkel gaat, dat was ook een van de dingen die wij zagen. Dan kan je bijvoorbeeld vis kopen met een MSC-label erop. Ja. Daar staat dan heel groot onder duurzame vis. Ja. En ik vond het best wel, het verbaasde mij best wel dat bijvoorbeeld CO2-uitstoot daar helemaal niet in meegenomen wordt. Want wat dus als MSC, dat is volgens mij was ook iemand van ja, ik let op zo'n keurmerk. Ja. Wat betekent dat dan? Dat is de meest duidelijke duurzame vis die je kan kopen, toch? Ja, dus in de supermarkten ligt voornamelijk MSC-vis. Ja. En dat kijkt voornamelijk naar overbevissing. Ja. Maar heel veel andere duurzaamheidsaspecten, daar wordt helemaal niet naar gekeken. Dus op zich is MSC heel goed. Het is een goed keurmerk. Alleen het kijkt niet naar brandstofverbruik. Het kijkt niet naar bodemberoering bijvoorbeeld. Terwijl de overheid dat natuurlijk wel heel belangrijk vindt. Dus het is misschien op zich helemaal niet zo'n goed keurmerk? Als je heel erg om de visstand geeft wel. Maar als je om die andere dingen geeft, niet. Nee. Heel diplomatiek antwoord. Ik weet niet van wie jij diplomatiek moet zijn, maar dat is prima. Hendrik, jouw naam is al gevallen. Kom maar aan tafel ook. Jij blijft er gewoon gezellig bij. Want ik ga dan heel het een beetje aan jou vragen van hoe jij ook namens Pointer erover denkt. En Jacob Doorn van Jan van As. Jacob, wat vond jij van die haring? Ik heb nog niet eens gegeten. Oh, je hebt nog niet eens gegeten. Ja, ik weet. Maar ik kan wel even proeven zo. Ga maar zitten hoor. Ja, ik weet het ook niet. Jacob, de titel vanavond is Duurzame vis bestaat niet. Ik vond het zelf al een beetje van, je gaat een avond organiseren, je gaat iets uitzoeken en je zegt eigenlijk, geeft al meteen het antwoord. Vond ik heftig, maar wat vind jij daarvan, van die stelling? Als je puur zegt duurzame vis bestaat, is het onzin. Je hebt alleen maar duurzame vis die op een verantwoorde manier is gevangen.
Het is al een beetje behandeld, zeg maar zo hier. Het gaat om bestanden, juiste vangstmethode, goed beheer. En dat maakt het een stuk duurzamer. Je hebt natuurlijk net ook een verhaal gehad over het MSC, over het keurmerk. Ja. Je had het over bodemberoering. Vangsttechnieken en bodemberoering worden zeker in het keurmerk wel meegenomen. Alleen, het is een beetje afhankelijk van de vissoort. Daar wordt dan wel eens een goedkeuring wel gegeven en dan weer niet. Dus dat betreft is het een beetje discutabel. Het is niet zo handig voor een keurmerk nee. Om per vis een ander... Ja, je kan ook zeggen, het is een beetje commercieel onzin allemaal. Maar het is, ja, nee, maar het is in de basis, in de praktijk is het zo. Dus het enige keurmerk wat je dan kan vertrouwen. Maar wat ik persoonlijk zelf zou willen, ja. Is als we het hebben over duurzaamheid. We hebben het natuurlijk allemaal over technieken. Maar ik zou heel graag dat de seizoenen daarin zouden worden opgenomen. Want kijk, waarom zijn we gaan verduurzamen? Dat is de eerste grootste vraag eigenlijk. We zijn niet gaan verduurzamen omdat de brandstof van één keer zo duur is. We zijn toch gaan verduurzamen omdat we bang zijn dat er straks geen vis meer in de Noordzee zit. Dus vind ik dat je de vis de kans moet geven om voor te planten. En het gekke is, die vissen die dus gaan voorplanten zijn dus culinair gezien vaak dun, mager. Er zit heel veel kuit in, potentiële visjes. Dus eigenlijk moeten we dan die periode met rust laten. Ja. Dat vind ik gewoon consumeer volgens de seizoenen. Dat zouden we moeten doen. Dat moet opgenomen worden in de keurmerk. Henrik, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, is er vis? Bestaat die? Jazeker. En zou je daar dan ook voor betalen? Dat vind ik vooral heel belangrijk. Ja, wij kopen dus ook veel vis van de Nederlandse vissen, maar eigenlijk gewoon over de hele wereld. En wij kijken ook serieus gewoon hoe bepaalde vissers omgaan met hun spullen. Maar wat eventjes, jij koopt vis van over de hele wereld en je hebt er van over de hele wereld naar Nederland afhankelijk gebracht. Van het seizoen, hè? Ja, maar is dat dan wel duurzaam als hij dan over de wereld Dat doen we niet alleen. Kijk, de vis komt niet met een speciaal vliegtuig of een speciale boot. De vis die we kopen staat gewoon eigenlijk tussen de vakantiekoffers in. Dus als jullie niet op vakantie gaan, dan heb ik een probleem met vissen importeren. En ik weet, Henrik, jij vist waanzinnig mooie inktvissen. Maar die heb ze niet altijd, toch? Okay. Nee, dat komt omdat ik ze in het seizoen moet vangen, zoals jij... Maar even Henrik, want kijk, Henrik die heeft heel veel gepraat voordat we hier begonnen. Maar ik zei al, Henrik, niet je kruid verschieten. Ook even praten als je aan tafel zit. Ja, ik vind dit dus heel kwalijk dat we dus die vis tussen de vakantiekoffers met vliegtuigen over de hele wereld verschepen. En volgens mij begint daar duurzaamheid al, dat we hier onze vis gaan eten en de vissen die daar gevangen worden, vooral daar laten. Nee, als jij volgens de seizoenen zou gaan vissen, betekent dat de toekomst gegarandeerd is. Jij maar hebt een prachtig mooi schip. Ik weet dat het bakken geld kost. Daar heb ik heel veel respect voor. En ik hoop ook dat je daar een goede toekomst in hebt en zult krijgen. Maar als de zee leeg is, dan heb je niks aan je moderne vloot. Ik wil heel even... Ja, nou, ik denk dat... ja, maar zee leeg is, is dat een probleem dan op dit moment? Dan heb jij geen werk. Ja, maar die wordt toch niet leeggevist wanneer je duurzame visserij hebt? En dat hebben we hier. Nee, kijk, Henry, zijn mensen... Wat versta jij onder duurzame visserij? Nou ja, ik het is een containerbegrip, maar ik denk dat je inderdaad goede bestandsschattingen moet hebben, goede quota. En ik denk dat je vooral het moet zoeken in het zo efficiënt mogelijk vissen. Dus inderdaad, ik ben het met Jacob eens, zo efficiënt mogelijk ook in de zin van de seizoenen. Dus wanneer die school mager is, moet je die eigenlijk niet vangen, want dan schiet die kuit. Ja, en die consumenten krijgen daar eigenlijk een paar maanden lang gewoon magere vissen voorgeschoten in een restaurant. Ja. Dus het is een taak. Het moet een samenspel zijn van restaurant, visser, eigenlijk iedereen. Ja. Een beetje logisch nadenken, toch? Ja, snap ik. Maar alleen, het is natuurlijk wel wonderlijk. Volgens mij is het wel wonderlijk als jij in het seizoen vissen zo definieert dat als het dus ergens in de wereld het seizoen is, dat je het dan naar de rest van de wereld mag halen. Kijk, het zit natuurlijk zo. Alles wat je verraadt kost gewoon bakken geld. En dat is ook lang niet CO2-uitstoot. Precies, lang niet wenselijk. Ja. Is dat zo? Want ik kreeg vorige week nog een artikel onder ogen dat we de Alaska Place, dat die niet kan concurreren met de Hollanders. Maar die komt toch wel van heel ver. Ja, kijk, dat gebeurt in Urk, hè, waar ze heel veel van die fileerderijen hebben. Maar nu eten die letten op de knikkers. Nu hebben de mensen volgens mij school gekregen. Kees, klopt dat? School klopt,
Ja, mensen hebben nu school gekregen, maar want wij wilden eigenlijk ook de Alaska Place. Dat is dan, daar wordt dus vaak ingekocht in het buitenland omdat die een stuk goedkoper is. Dus het is niet maar die kunnen wij dus niet als hele vis krijgen. Die krijg je al soort, als een soort half eindproduct. Het is niet mijn business daarin. Ik weet niet of jij daar meer over weet. Ik zit niet in de business van dat soort. Ik vind gewoon. En natuurlijk voor de kibbeling heb je natuurlijk de Alaska Pork. Ja, ja. Het worden gewoon als een soort blokken worden. Die nooit iemand. Ik heb ooit geprobeerd een Alaska Pollock in het heel te zien, dat is niet mogelijk. Nou ja, in vroegere tijden had je je kibbeling allemaal van kabeljauw. Dat is dat is kansloos, dat zie je niet meer. Sommigen zeggen wel dat kabeljauw is, is niet zo. En nog een voorbeeld, als je zegt van ja, van het buitenland is duurder, hè, zei jij. Ah, ja. Ik bedoel, als je hebt natuurlijk die pangasius, filet, al die rommel. Ja. Dat is toch kansloos, man. Ja, maar dat wordt allemaal met bakkie. Het wordt massaal gegeten. Ja, daarom. En dan weten we allemaal dat heel Nederland sowieso niet veel vis consumeert. En wat ze dan consumeren, is grotendeels pangasius. En dat gaat ten koste van de gewone handel en de visser. Ja. En vaak zit er wel een duurzaamheidslabel op. We gaan heel even... Kijk. 80% komt uit de Mekongrivier wat vervuild is. Sorry, ja, hoor. Ja, nee, sorry. Maar ja, jij haalt het ook overal uit de wereld vandaan, hè? Ja, maar daarom zijn er heel wereldwijd wel vissers die ook gecertificeerd zijn, MSC-producten hebben. Neem bijvoorbeeld de MSC wilde zalm en dat soort zaken. Dus plenty te koop. Dat hebben wij hier niet zwemmen. Ik weet, het is eigenlijk heel zonde om het nu te onderbreken, maar om toch heel even te kijken hoe moeilijk dat duurzaamheidsbegrip is, gaan we toch nog even een klein fragmentje kijken van Pointer. Oké. Krijg ik geen vis eigenlijk? Wat is dat? Kees? Er is wel niet meer in zee. Ongeveer alles liggen wat je maar kan bedenken op het gebied van vis. Alle vis. Wat is nou... Er is nog meer, hoor. Maar... Er is nog meer, ja. Maar wat zeg je nou van, nou, dit is nou echt een duurzame vis, de duurzaamste vis die ik hier heb, waar je echt achter staat? Dat kan ik zo niet zeggen. Kan je zo niet zeggen? Nee. Waarom niet? Nee, omdat ik, wat ik straks in het begin al zei, duurzaamheid is zo'n ontzettend breed begrip waar zoveel onder valt. Dus ik kan niet zeggen, deze vis is met afstand de meest duurzame vis die we hebben. Maar kan je er eentje, bestaat niet. Kan je er gewoon eentje aanwijzen van zeggen, dit is echt een duurzame vis? Nee. Ook niet? Nee. En zelfs jij kan die vraag op dit moment niet beantwoorden? Nee. Ja, dat vind ik toch wel... Schokkend wil ik niet zeggen, maar wel opmerkelijk. Nou ja, het is opmerkelijk, maar het is wel de realiteit waar we in zitten. Ja. Kijken naar de kwaliteit, nou, zoals jullie zien. Deze tongen zijn iets lichter van kleur. We hebben slecht weer gehad natuurlijk van de week. Dus daar letten wij op. Dus als ze lichter van kleur zijn, dan wordt de prijs ook lager? Nou, nee hoor, nee, dat zegt niet altijd alles natuurlijk. Want het gaat uiteindelijk om de kwaliteit. Dus daar kijken we naar en dat geven wij ook door. En dan de kwaliteit, dat kan je beoordelen. Je kan naar de ogen kijken van zo'n vis, bewijzen van. Ja. Daar zie je het aan. De kiel. Maar de verkoop van de vis en ook van de inktvis, de prijs wordt puur bepaald door de kwaliteit. Ja. Niet, dus als er een mooi duurzaamheidsverhaal achter zit, dat maakt voor die prijs op de veiling eigenlijk niet uit. Nee. Denk ik niet, nee. Stel nou dat je kan dus apart op de klok vis kopen van een visser die zegt van die kan waarmaken dat hij veel minder brandstof heeft gebruikt, minder bodemberoering. Ben je daar dan bereid om er maar 50 cent meer voor te betalen? En jouw klanten ook? Ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn. Het is een beperkt aantal klanten die dat misschien zien zitten. Maar dan moet je eigenlijk een soort label op gaan zetten, net als MSC. Ja. En of het vervolgens werkt. Visser, die vangt hem dus veel duurzamer. En die haalt daardoor ook minder binnen dan zijn collega's. Zou je die dan kunnen kopen en ook daar meer voor kunnen vragen? Ja, wat is meer? Wat is meer? Ja, dat kan, maar er zijn wel grenzen. Als je daarmee uit de marktprijs verkoop je ook gewoon geen inktvis meer. Maar zou je dan niet ook kunnen zeggen van nou hier, inktvis van Hendrik?
Dat zou je kunnen doen. Maar dan moet je wel, dan moet die Hendrik moet wel het goede en het geloofwaardige verhaal hebben. Het moet wel waar zijn wat hij vertelt, wat die restaurateur vertelt. En dan krijg je nog het spannende. Is die gast aan tafel, ben jij dan nog bereid om als je dat leest, zeggen van nou, dat vind ik echt waardevol. Ja. Dus ik bestel nu die duurdere kwaliteit inktvis, omdat ik dan zeker weet, ik heb de garantie dat die duurzamer gevangen is dan die andere kwaliteit. En wat is jouw inschatting daarvan? Nu nog niet. Nee? Nee. Je had straks een klant, hè, hier. Stellen die wel eens duurzaamheidsvragen aan jou? Nooit. Dan wil je een prijs. Prijs en versheid. Prijs en versheid. En als een van de twee niet klopt? Dan gaat hij door. Gaan ze weg. Ja, maar duurzaamheid is dus geen issue voor de meeste klanten. Voor dat soort mensen geen issue. Nou, leuk programma, dat Pointer. Ja, Hendrik. Jij probeert dus op een bepaalde manier duurzaam te vissen. Hoe doe je dat? Ja, nou, we zijn in 2015 in ieder geval begonnen om een nieuw schip te bouwen. Om daarmee de eerste klap te zetten. En toen was de stip aan de horizon 80% brandstofbesparing. Dus we wilden het eerst in de brandstof vooral zoeken om minder CO2 uit te stoten. Ja. En dan zou je denken, van, nou ja, goed, dan bespaar je ook heel veel geld. Maar je kan ook minder vis vangen dan. Ja, dat klopt. Daar lopen we tegenaan. Ja, en dan zou je denken van nou, dat is dan wat je hier dan in dit fragment ziet. Je kan er niet meer voor vragen voor die duurzame vis. Of tenminste, dat lijkt hier zo. Dit is dan de Sligro, was dit? Ja, dat klopt. En dat zei Jacob ook in de uitzending. Ik wil er alleen meer voor betalen wanneer de kwaliteit beter is. Dus Ik moet een soort van magie kunnen doen. Ik moet sneller weer terug zijn, maar minder brandstof gebruiken en minder hard vissen. En snap je? Dus. Ja, het is natuurlijk een dilemma. Maar het is natuurlijk wat de meeste mensen niet weten. Maar gewone kotten dat zeggen die in 5 dagen 25.000 tot 40.000 liter brandstof verstookt. Ja, en als jij daar 80% op bespaart, dat scheelt een hoop geld. Wat jij ten opzichte van andere vissen in je zak steekt. Andere kant is wel zo. Als jij onderscheidend vist en jouw kwaliteit is significant beter dan de rest, dan krijg je op de afslag zo en zo, tenminste, normaal liter, meer geld betaald, omdat de keurmerk wordt toegepast. Hij is langer weg, dus hij is de kwaliteit waarschijnlijk juist net iets minder. Ja. Als hij langer weg is, wel. Ja. Ja, dus dat zou mooi zijn als hij dus minder lang op zee blijft, eerder terugkomt. Ja, dat zou kikken wezen. Maar waarom? Nog minder. Het feit is gewoon zo. Ja. Als we naar de natuur kijken, sowieso langs de hele Nederlandse Noordzee. Alle vissen zitten bijna hoger. Het duurt te lang voordat je terug bent, vaak. Wat is daar de oorzaak van? Ja, moet ik. Ja? Ja. Ja. Hebben we dat niet een beetje verpest, misschien met z'n allen? Ja, dus? Ja, nou ja, ik denk als we misschien dat het werkt, als we ook de vissen meer in de vangst in het seizoen zetten, dat er misschien meer vis komt, dat de vissen misschien dichter bij huis komen, waardoor jij misschien minder ver op zee hoeft te stoken. Nou, linksom of rechtsom, wanneer je ook andere vissers wil aansporen tot verduurzaming, zal er meer knaken over voor een kilo vis, voor die kilo vis betaald moeten worden. En dan heb je natuurlijk ook nog eens te maken, zeg maar, dat 80% van de binnenkomende vis is bestemd voor de exporthandel. Dus wat een beetje hier overblijft, is een beetje voor de niche-markt, toch? Maar ja, maar luister, kijk, als jij zegt van we eten in het seizoen, maar het seizoen geldt overal op de wereld, dan betekent dus ook dat mensen die ergens anders wonen, daar gaat dan die vis weer naar de export, naar ons. En zo maken we dus eigenlijk, fucken we eigenlijk in de hele wereld het systeem op. Nee, kijk, je hebt bepaalde soorten. Kijk, wij hebben geen wilde zalm bijvoorbeeld. En iedereen wil wilde zalm hebben bijvoorbeeld met de kerstdagen, ik noem maar wat. Ja, maar kijk, waarom eten we dan gewoon geen school? Waarom is er in geen enkel... In vroegere tijden verkocht je bergen school. Maar de wereld is veranderd. Jacob, hoe kan het? Andere chefs hier hoe kan het dat wanneer ik hier in de stad vertel dat ik visser ben, mensen vragen, bestaat zoiets? En dan vragen ze, nou, wat vang je dan? Nou, langoustines. Mooi. En dan zeggen ze, dat eten we allemaal op vakantie. Ja, die gaan inderdaad in het vliegtuig met jou mee op vakantie. Daar eet je ze. Nee, en hier in Amsterdam eten we gamba's die uit de Mekong-delta gevangen worden. Wat wij kopen de export op de markt. Wij exporteren niet. Die puur de horeca in Nederland en België.
En daar hoort er zeker een heel groot gedeelte van de Nederlandse producten bij. Dus ik ben groot fan en voorstander van lokale producten. Alleen, het is zo, door de globalisering... Dus allerlei chefs die van buitenaf komen, dus Japanners, Chinezen... mensen gaan op vakantie, komen allerlei gekkigheid aan rare visjes tegen. Is de vraag er ook naar? Is de vraag groter naar bijvoorbeeld wilde zalm dan voor een scholletje? Daar kan ik niks aan doen. Ik zou het graag willen, maar... Oké, daar kun jij inderdaad niks aan doen, maar... Ik leg het probleem uit. Hoe kan het dat je op ieder Amsterdams terras... daar kun je gamba's en zalm kun je krijgen. Ja. Nou, misschien nog iets van tilapia. Maar vraag je naar de vangst van de dag, dan is het tonijn. Nou, dat, ik weet niet hoe ze het doen. Ja, begrijp je. Dus tonijn, zalm en gamba's, dat eten we hier. Ja, de meeste mensen. En haring. Ja, dat eten nou, consument vaak is tonijn en blik en zalm, hè, en tilapia, pagasius. Ja. Als je hier de stad in loopt, je vraagt de mensen 10 soorten op, dan weten ze dat niet. Ja. Ja, kennis is gewoon dramatisch slecht. Toch? Ja, maar goed. En het is eigenlijk al onze taak als handelaar, zeker naar de restaurants toe, om dat te promoten en voorlichting te geven. Ja. Ik heb gelukkig, er zit nog een getuige in de zaal, Christine. Ik heb ooit 6 visboeken mogen schrijven. En dat was niet om een beetje de leuke jongen uit te hangen... of misschien voor commercieel doeleinden. Het was gewoon om te informeren. Ja. En uiteindelijk... Klopt dat, Christine? Ja, het klopt. Oké, het klopt. Uiteindelijk is het met het doel... Ja. Om zeg maar, in plaats dat de mensen vlees gaan consumeren... meer vis gaan consumeren. Ja, maar, maar je moet ophouden met in het seizoen te definiëren... als iets aan de andere kant van de wereld. Dat is het enige wat ik van je vraag. Hallo. Mag ik even? Dat is een onderschatting, zeg hé. Dan gaat jouw voorkeur om de wereld te verduurzamen... meer uit naar de techniek dan naar de basis. We moeten eerst kijken naar de natuur voordat we gaan ingrijpen... of dat we roofbouw gaan plegen, toch? Zeker, maar dan kan toch zeggen van... we willen in het seizoen uit de buurt. Ja, als het niet in het seizoen is, moet je dat gewoon niet eten. Nee, maar in het seizoen is ook niet aan de andere kant van de wereld, zeg ik dan. Nee, maar wat goed, vaak aan de andere kant van de wereld komt, is diepvries. Hè? Dus, wat vind jij van... Vers importeren kost een vermogen, dat is niet te doen, joh. Het MSC-keurmerk vind jij wel oké, hè? Er is geen alternatief, hè? Weinig. Er zijn er al 100 verschillende logo's dat betreft. Ja. Maar MSC is dat betreft het meest betrouwbaar. Ik vind alleen, dat kan beter... Ja. Maar hun kunnen dat eigenlijk ook niet alleen. Dus wordt eigenlijk relatief gezien... als je ziet hoeveel vis er eigenlijk gevangen wordt en verwerkt wordt... qua labels wat erop zit, is te verwaarlozen. Ja. Dat is gewoon zo. Annemee, wat vindt Pointer van het MSC-keurmerk? Pointer, ik weet niet wat Pointer ervan vindt... maar wat natuurlijk wel zo is dat MSC, nou, dat zei ik net ook al... het kijkt gewoon naar bepaalde aspecten. En het neemt ook heel veel aspecten niet mee. Zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Ja. En CO2-uitstoot, daar kan je niet naar kijken... maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke... Kijk, als we nu gewoon over duurzaamheid hebben... over klimaatverandering... dan is CO2 natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, nou, ik denk zelf dat... duurzaamheid heel goed te meten is, want dat kun je inderdaad meten uit die liter brandstof. En dat kun je links of die brandstofbrief die liegt niet. En in de jaren, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar is dat alleen de brandstof van de visvangst of ook de brandstof van het overbrengen van? Eigenlijk zou je die er ook nog van mij wel op mogen tellen. Maar dat, dus die duurzaamheid die is wel te meten. Maar dat is vooral in de effort die iemand op zee uitoefenen. Ik wil even één voorbeeld uit de uitzending geven. Dat op een gegeven moment werd er dus kreeft gevangen in Canada. Oh ja. MSC-keurmerk. Die werd dan vervolgens per vliegtuig in een soort bakjes... werden die dan hier naar Nederland gevlogen en hier in een bassin gelegd. Nog steeds in die bakjes, want die bakjes lijken heel erg... op de natuurlijke omstandigheden waarin die kreeften leven. En vervolgens werden die dan weer, bij wijze van spreken... weer ergens aan de andere kant van de wereld besteld en daarheen gevlogen. En dat is dus allemaal MSC. Super duurzaam. Super duurzaam dus, kennelijk. Ja. Ja, dat is toch raar? Ja, maar het is natuurlijk raar als je... stel dat ik uit Canada iets zou halen... Ja. En ik stuur het terug naar New York. Dus dat krom. Dus kan je de mensen nog informeren van... hey, luister, als de klant is in New York... haal ik lekker zelf vanuit Canada, toch? Maar we kunnen dus nu concluderen dat eigenlijk... CO2 op zo'n keurmerk zou moeten staan. Want daar kunnen we dus heel goed duurzaamheid invatten. Prima, toch? Prima. Maar goed, ik maak die regels niet.
Nee, maar dus, kunnen we nu mee beginnen, die regels maken? Oh. Nou, precies. Ik vind alles ter bevordering voor promotie en consumptie van vis is welkom. En zeker als het op een duurzamere manier kan. Maar, Hendrik, maar het mag niet ten koste gaan van alles van kwaliteit. Dus dat houdt in dat eigenlijk, nogmaals, daar ook de seizoenen in meegenomen moeten worden. Maar Hendrik, we zagen toch net een beetje een treurig verhaaltje daar in dat fragment. Voor de verkoop van jouw vis. Wat vind jij dan dat er moet gebeuren, zodat iemand kan zeggen van, ik wil dat deze aspecten allemaal meegewogen worden en daar moet misschien ook meer voor betaald worden? Ja, dit is, nou ja, de drie B's. Dit is inderdaad gewoon het allerlastigste, want het, nou ja, het hele spelletje dat de handel speelt, dat is hoe kan ik mijn vis zo goedkoop mogelijk inkopen op die klok. Dus hoe kan ik zo laat mogelijk drukken en hoe kan ik ze zo duur mogelijk verkopen? Ja. Ja. Dus zolang ik in dat systeem vastzit, ja, dan delf ik, denk ik, het onderspit. Ja. Dat is een heel treurig verhaal. Nee, maar nu vertel je de praktijk van hoe treurig het is. Maar wat heb je dan nodig zodat het niet treurig is? We hebben hier een Kamerlid van GroenLinks. Het zou best kunnen dat morgen het kabinet valt en dat we een hele andere formatie krijgen. En dan kan je maar meteen goede zaken doen. Van de grote nieuwe linkse fusiepartij die dan overmorgen wordt opgericht. Ja, ik denk, een importheffing hebben we het al wel eens over gehad. Dus ik vind dat alles wat per vliegtuig binnenkomt, daar zouden we van af moeten. Nou, misschien CO2-tax, ik weet dat een heel... Wat ik wil even kenbaar wil maken. Ja. Ik zit al 15 jaar met een aantal mensen om de horeca, zeg maar, qua consumptie te verduurzamen. Ja. En dan kom je dus ook in contact met allerlei partijen, zoals het MSC, de Good Fish Foundation, de Wereld Natuurfonds. Zet je mee om tafel, maar ook met vissers. Mm-hmm. En we hebben lange tijd vissers zelfs 10% meer betaald, hè? Dus als er een kilootje tarbot kwam, en die was 20 euro bijvoorbeeld, dan betalen wij 22 euro. Dat is een hele lange tijd volgehouden. Maar punt is uiteindelijk, als de consument niet daarin meegaat, dus de chefs in de restaurants, dan heb ik een probleem. En stel dat ik nou eens een 10.000 kilo schol zou kopen en ik moet jou 2 euro meer betalen. Ja, ik ben niet van de bedeling, toch? Hoeveel meer geld gaat het dan? Per vis op je Wat zeiden we nou laatst? Volgens mij moest ik over de afgelopen jaren... Als ik als klant in een supermarkt ben, hoeveel meer moet ik dan... Nou, volgens mij kwam ik 40% tekort de afgelopen 2 jaar. Ja. Oké. Okay. Dat is wel een flinke... misschien voor de consument. Ja, nou ja, voor een MSC-label moet je ook meer betalen. Dus als hij... Maar alle vis in de supermarkt is MSC? En nog vind ik ook discutabel. Ja, vind ik ook. Maar we hebben natuurlijk nu heel erg over hoe wij vis eten in Nederland. Maar uiteindelijk gaat het meeste natuurlijk gewoon naar het buitenland. Ja. En het meeste wat gevangen wordt is natuurlijk ook gewoon een bulkproduct. Hè? Kijk, u verkoopt volgens mij hele goede vis. Maar wij zijn, hoop ik, maar wij zijn ook bij bijvoorbeeld dat Neerlandia geweest. Nou, jij bent daar ook geweest. Ja. Daar liggen ze gewoon, daar worden enorme verpakkingen gemaakt van filetjes. Die worden als dubbeldekkers verkocht. Er worden vissticks van gemaakt. Daar gaat het iets minder om de kwaliteit, maar iets meer over hoe laag kan je die prijs krijgen. Maar dus je wil zeggen van we waren al somber, maar je komt met nog een somberder. Ik maak het nu nog somberder, ja. Nou, toch in het geval van Hendrik. Kijk, Hendrik kan zijn best doen en investeren en misschien wekelijks wel tekort komen financieel. Ja, hij heeft zo te zien geen gat in zijn hand. Dus uiteindelijk vind ik, hij kan zijn best doen, maar ik vind dat hij ook ondersteund moet worden door de maatschappij, maar ook door de overheid uiteindelijk. En die zou moeten bepalen van welke methoden zijn toegestaan, ja, toch? Ja. Welke wel en welke niet. En dan denk ik dat je al een soort shifting krijgt qua duurzaamheid, toch? Ja, dat denk ik ook. Hendrik, ben je depressief geworden of... Ik heb gehoord dat je vandaag met de chef van de balie hebt gepraat. Dus wie weet kan je daar gewoon in één keer... Nou, daar schrok ik ook van. Want als ik dus hoorde wat die voor de Lagustines moet betalen... die ik hier heb gebracht. Die ik gisteravond om 11 uur voor het laatste net heb gehaald. Ja. En wat hij
hij zei, ik moet €28 per kilo te betalen. En ik kreeg, ik weet het nu nog niet, want ze worden maandag pas verkocht. Maar vorige week kreeg ik 6,5. Oh. Dus toen dacht ik, oh, daar zit nog wel een... Grote, flink... kleintjes, ongesorteerd. Nou, gewoon maar hoe knap, komt dat dan? Nee, ongesorteerd. Ik, ongesorteerd, ja, dat zijn verschillen. Nou ja, dat... Ik heb schijnbaar geen gat in mijn hand. Maar ergens tussen mij, de balie en Jacob. Nee, maar alles wat dan. Alles wat de zee komt. Je hebt grote en kleine vissen. Grote vissen betaal je gewoon veel meer voor. Maar jij mag ze niet rechtstreeks aan de chef van de balie verkopen, dus. Nee. Nou, dat zou eigenlijk, als dat kon. Maar dan krijg je weer met visquota en fraudes en zo. Daar zijn ze dan bang voor. Maar dat zou. Voor types zoals jij zou dat misschien een oplossing zijn. Ja, en volgens mij, nee, dat mag op dit moment niet. En dat heeft een hele goede reden. Omdat we, nou, de Noordzee, dat is een hele, hele goed beheerde zee. Qua quota. En omdat we alles goed bijhouden in de veiling waar al mijn vis gewogen wordt. En dat we dan precies weten, oh, we zijn niet aan het overbevissen. Dus daar is dat, daarom mag ik niet direct aan de balie verkopen, want dan... Wordt het een schimmige... Daar moet je eerst een tientje aan Jacob geven. Nee. Maar klopt dit niet aan Jacob? Nee, chef, we kunnen het straks aan hem vragen. Hij zei €28. Ik krijg 6,5. Ik heb vorige week ook 36 betaald voor levende uit Schotland. Ja. Dus geld gaat er niet zozeer om, voor mij. Ja, dat is het mooie als je dat kan zeggen. Nee, luister, maar als ik het duur inkoop... er zijn er maar een paar klanten die ook die dure handen willen hebben... Ik kan het niet aan iedereen kwijt. Nee, maar de balie wil zijn dingen wel hebben voor... Ja, maar hij komt met dat ze alle maatjes ongesorteerde langs tientjes in een kist. Prima, dat heeft een bepaalde prijs. Ga je uitsorteren dat al die kleintjes niet wil hebben, dan gaat de prijs stijgen. Toch? Zo werkt dat. En als ik voor een kilootje hier de stad in moet rijden, dat doe ik niet voor 50 cent. Nee, nou... Ben je niet van een filantropische instelling, toch? Nee. Ja. Nee. Maar ja, aan de andere kant. Jij wil leuk vissen, maar aan de andere kant heb ik ook een hard hoofd. Ja, okay, alles maar vol gegooid met windmolens. Kijk, en dit is gewoon. Ik snap het helemaal. Een mooie vraag die je stelt over windmolens, daar gaan we het zo over hebben. Maar niet met jou. Dus, oké, statement gemaakt. Dus Jacob, ik dank je hartelijk. Annemee, ik dank jou ook hartelijk. Jij als echt visserman mag volgens mij aan tafel blijven zitten. En dan nodig ik u nu uit Laura Bromet. Ja, hartelijk applaus. En Tinka Murk, hoogleraar marine ecologie, denk ik dan, heet dat dan. Van de Universiteit Wageningen. Ja, ik heb hier staan. Lara, hoe heb je naar het gesprek geluisterd? Maar eerst eventjes, hoe heb je deze dag overleefd vandaag? Ja, ik heb nog nooit in mijn leven twee partijcongressen van andere partijen gevolgd. Vandaag wel. Eerst de PvdA en daarna de VVD. PvdA was, dacht je, ha, fijn. Ja, was ik voor. Dus dat was fijn dat onze achterbannen ook graag samen willen werken in de Eerste Kamer. En tussendoor ben ik nog naar een provinciale ledenvergadering geweest van GroenLinks. Ja. En, dus, en nu ben ik hier. En we hebben dus begrepen dat D66... D66, ja, het is ook bijna hetzelfde, hè? Maar dat VVD dus nu niet alleen zegt... we moeten al die stikstofmaatregelen moeten anders... maar we moeten ook 130 weer gaan rijden om gewoon nog meer. Ja, gisteren dacht ik drie stappen vooruit... en vandaag weer twee naar achteren. Ja, dus het kan, dames en heren, dat we hier straks... met de nieuwe minister van Visserij... heb je toch maar mooi te zeggen over wat was het nou... 1500, een heel kleine bedrijfstak in ieder geval. Hoe heb je dan naar dit gesprek van zojuist geluisterd? Nou, allereerst vind ik het heel erg leerzaam. Want als je Kamerlid bent met 6 ministeries om te volgen... dan heb je gewoon niet zoveel kennis over heel veel onderwerpen... waar je wel beslissingen over moet nemen. Zo is het nou eenmaal. En ik word nogal opgeslokt door de veehouderij in Nederland. Ja. Maar een heleboel dingen die ik hoor, die hebben wel hun parallellen, zeg maar, met wat er aan de hand is in de veehouderij met de boeren. Het komt er in de basis eigenlijk op neer, ook als het gaat over verduurzaming, dat de prijs die je als consument betaalt bij de kassa niet de werkelijke prijs is. Ja. Dus het rare is eigenlijk dat vervuilende producten zijn goedkoop en duurzame producten zijn duur. Dus dan gaat het om de welwillendheid van die zeldzame consument die heel bewust is en die het geld heeft om dat dure product te kopen. Maar ik ben juist de politiek ingegaan om systemen te veranderen. Dus om het zo te veranderen dat als je bij de kassa komt, dat je alles betaalt. Ook de milieuvervuiling, ook die brandstoffen, de klimaataantasting. Maar het is nu nog wat gekker, want we horen nu eigenlijk dat je bij de kassa betaalt. Misschien juist wel dan te veel, maar dat komt dus niet per se
Nee, ja, dat is ook een probleem met de voedselvoorziening. Dat de producenten van het voedsel, dus de boeren en de vissers, die krijgen bijna niks. En de tussenhandel wordt rijk van. De supermarkten maken enorme winsten. Ja, degene die, die dat dus politiek allemaal moet gaan veranderen, is minister Staghouwer. En nu heb ik hier staan. En ik dacht, welke gek heeft deze flauwe woordgrap opgeschreven? Maar het blijkt dat hij in de wandelgangen al zo genoemd wordt. Minister Slag om de Armhouwer. Kende je die ook? Nee, ik vind hem wel heel toepasselijk. Nou ja, goed. Laten we even kijken hoe toepasselijk het is. Want ik ging hem dus vragen wat hij er allemaal aan ging doen. Four pointer. Er is maar één redding over. De minister van Landbouw en Visserij. Hij wil zo graag duurzame vis. Wat gaat hij dan doen voor duurzame vissers zoals Hendrik? Ja. Visser die zegt dus zelf, ik wil het gewoon vanuit een eigen overtuiging duurzamer doen. Ja. Maar ziet dan dat als hij zijn waar aan land brengt, dat hij, dat hij dezelfde prijs krijgt als diegene die volop stookolie gebruikt. Ja, ja, nou, u vraagt naar regels, hè? Ja. Misschien zal ik dan hier een helder antwoord op geven. Kijk, op het moment dat blijkt dat er in die schakel, in die keten, in die schakels zitten die niet goed functioneren, dan moet ik misschien ook kijken of ik daar nog wat verder op kan doordrukken. Hoe dan? Nou ja, misschien moeten er dan wettelijke regels komen. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat er gewoon in de hele keten ook een normale faire prijs verdiend kan worden. Ja. En als een van die schakels niet klopt, ja, dan moet je daar het gesprek met elkaar over voeren. Maar u zegt wettelijke regels. Wettelijke regels ten aanzien van wat dan? Nou, kijk, een eerlijke prijs. En daar gaat het om. Ja. Het gaat om die hele schakel, dat er een eerlijke prijs verdiend kan. Het kan niet zo zijn dat uiteindelijk de retail een goede marge maakt en dat de visser zelf met niets naar huis gaat. Ja. Dus daar moeten we echt naar kijken. Ja, ik hoor u veel goede intenties uitspreken, maar wat u nou precies gaat doen, is mij toch nog steeds niet duidelijk. Ga ik u helpen? Ja. Kijk, het zijn niet goede intenties. Ik vind dat ik een opdracht heb om die visserij te laten veranderen in verduurzaming en ook een betere boterham te laten verdienen. In onze uitzending spreken we regelmatig met Hendrik. Echt een koploper van de duurzame visserij. Minder brandstof, minder bodemberoering. Doet daar heel erg zijn best voor. Maar hij dreigt aan het eind van het jaar failliet te gaan. Wat kunt u nou als minister concreet doen dat juist deze koplopers, die zo belangrijk zijn voor deze ontwikkeling, hun boterham kunnen verdienen? Ja, het eerste wat ik ga doen is hem uitnodigen hier aan tafel. Dus wat mij betreft zit hij volgende week of de week erop bij mij aan tafel. Ik ga luisteren naar wat zijn plannen zijn. En op basis daarvan ga ik acteren. Laura, kijk, ik moet zeggen dat op dit soort momenten denk ik, wat heb ik een verschrikkelijke baan als ik zo iemand interview. Maar god, jij hebt echt een verschrikkelijke baan, want jij hebt dit ongeveer elke dag. Want ik zal het kan ook nog erger, dat is helemaal erg. Misschien kan ik hier een helder antwoord op geven. Misschien moet ik dan harder doordrukken. Misschien moet ik dan met wettelijke regels komen. Een goed gesprek met de hele schakel, daar moeten we echt naar kijken. En het blijft maar met misschien en aan tafel uitnodigen. En... Ja, kijk, als het gaat over de politieke discussies, dan is er één ding waar iedereen het over eens is in Den Haag, en dat is dat er een beter verdienmodel moet komen. Ja. Dat is een soort toverwoord. En je hebt eigenlijk als overheid drie manieren om daar invloed op uit te oefenen. Dat is belastingheffing. Nou, dan kan je vervuilende dingen kun je hoger belasten dan niet vervuilende dingen. Je kunt subsidiëren en je kunt regels stellen, wetten maken of voorschriften. Even tussendoor, als ik het dus goed begrijp, produceren vangen we vooral vis voor het buitenland. Dus je moet dus eigenlijk niet een maatregel nemen die vooral de Nederlandse consumenten aanspreekt dan. Nou ja, wat het nog ingewikkelder maakt eigenlijk. Dus eigenlijk op al die drie dingen die je kan doen als overheid ontstaat verzet. Dat weet je nu al. Want er zijn altijd belangen in het spel. Dus als wij deze vissen willen helpen, dan gaan we iets doen als overheid. Maar dan hebben we andere vissers, die hebben daar last van. Ja. En dan krijg je verzet. Nou ja, dat zie je nu wat er nu ook bijvoorbeeld met stikstof gebeurt. Gelukkig nooit naar geluisterd. Nee. Ja. En het ingewikkelde van visserij is ook dat we natuurlijk in Europees verband opereren. Dus dat je altijd, als ik de minister aanspreek over visserijzaken, dan is het altijd één keer in de maand op een debat wat heet Landbouw- en Visserijraad. Dus dan gaan we met de minister praten over dat hij naar die visserijraad gaat in Brussel. Wat hij daar doet, is voor ons niet te controleren. Dus we kunnen hem eigenlijk alleen maar met een boodschap wegsturen. En als hij dan terugkomt, zegt hij, ja, het is niet gelukt.
Nou ja, en soms zelfs toch pleiten voor een slechte manier van vissen, waarin Nederland nog snel wat veel vissen binnen kan halen. Ja, en dan heb ik nog niet eens gehad over het dossier van de pulsvisserij. Want daar heeft Nederland ook een enorme puinhoop van gemaakt. Ja. Dus, maar wat moeten we hier nou mee? Ik heb niet het idee van een staghouder die gaat het nou even regelen. Ja, ik heb toevallig deze week heel erg met hem aan de stok gehad. Dus, oh ja? Ja. Waarover? Nou, heel ander onderwerp. Oh. Maar hij weigert gewoon de wens van de Kamer uit te voeren. En ja, dat kan niet. Ja. Dus het is nog niet zo'n daadkrachtige minister. Hij is er nog maar net, hè? Misschien moet hij nog wennen. Nou ja, maar ja, goed. Maar dat denk ik niet dat het is. Maar ben je eigenlijk daar aan tafel geweest, Hendrik? Ik ben er geweest en hij was enthousiast en we gingen... dit zocht hij, zei hij. En we zouden verder praten en ja, vervolgens is het een beetje stil gebleven. Tinker, wat heb jij tot nu toe gehoord? Ik heb ook veel geleerd en... Het spreekt me heel erg aan dat die CO2 eigenlijk verwerkt moet worden in de prijs. En dan moet je dat dus voor Nederland doen, want dat kun je moeilijk voor het buitenland doen. Maar dit is ook typisch iets om Europees te doen. En die klimaatverandering, ja, het is echt gigantisch. Mensen hebben geen idee hoe erg die CO2 toeneemt. Dat hebben we nooit gehad in de miljoenen jaren geleden, waar het alsmaar op en neer ging. Het is gewoon heel belangrijk. Dus dat is een heel belangrijk punt van verduurzaming, wat gewoon in geld omgezet. En geldt het dan ook voor vissen uit het seizoen van de andere kant van de wereld halen? Ik denk dat we heel veel meer vis uit Nederland kunnen halen en ook kreeft en dingen. En daar moeten we gewoon naar vooruit. Ja. Ik wilde jou eigenlijk vragen om het nu even wat breder te trekken. Daar hebben we je ook voor gevraagd. Om gewoon even te kijken van ja, de toekomst van de Noordzee. Hoe zie je die? Ik wil graag even terug naar de steentijd. Mag dat? Voor mij, ja. Het lijkt me heerlijk om eens een keer terug te gaan. Ga ik even achterover. Ja, doe dat. Nou, weet je dan, er wonen natuurlijk niet zoveel mensen in Nederland. En je had veel bos en er werden met slimme manieren konijnen gevangen. En ze konden paling vangen, lekker vet. Kon je goed, hele mooie tuigen voor. En er was geen veeteelt, geen landbouw, niks. En dat hoeveel jaren geleden was dat ook alweer? Nou ja, 5000 jaar geleden of 7000 jaar geleden was nog geen... ik weet niet precies wanneer de steentijd is, maar wel dat de landbouw zeg maar er toen nog niet zo was. Jagersverzamelaars, ja. Nou, ging hartstikke goed en soms had je heel slechte seizoenen en dan was er niks. Je kreeg die beesten niet te pakken, gingen mensen dood. Op een gegeven moment werd het eigenlijk best wel handig om zelf die planten te verbouwen. En dan ging je beesten opsluiten en dat ging allemaal steeds beter. Kon je wat bewaren voor het volgend jaar? Ja, dan had je dus wat je nu biologische landbouw zou noemen. Ja. En dat werd intensiever en de opbrengst per hectare was echt gigantisch veel meer. Dan zijn we inmiddels in welke tijd? Dan zijn we, bij de middeleeuwen was het een beetje ottensien boerderij. En dat ging nog een tijdje door, 150 jaar geleden. Gemengd bedrijf. Ja, precies. Sluiten van de kringloop. Die poep komt gewoon op de grond. En dan heb je helemaal niet zoveel stikstof, niks aan de hand. Ja. Toen kregen we natuurlijk al die flats met varkens. En toen ontdekten we ook dat als je monoculturen hebt, dat je dan heel veel gif moet spuiten. En allemaal problemen. Daar beginnen we te leren. Ik ben zelf ontzettend enthousiast over die kipster. Waar je denkt, als kip, vanuit de kip. Ja. Het is oké voor die kip. Je zorgt dat er niet vogelgriep komt. Ik weet natuurlijk heel goed wat ik ben heel. Ongeveer één keer per jaar ga ik naar Kipster. Dat wordt in mijn beroep. Maar misschien zijn er heel veel mensen hier die dat niet helemaal precies weten wat dat ook weer is. Kipster? Bij het kipstersysteem hebben die beesten de vrijheid om te doen wat kippen doen, waardoor ze ook minder stress hebben, waardoor ze minder medicijnen nodig hebben. Ze leggen hun eieren, die worden afgepakt om te verkopen door ons. Maar het is gewoon een kipwaardig bestaan en dingen zijn meer in balans en je hebt goed voer. Dus je gebruikt je hersens. We weten steeds meer van ecologie. En dat is ook iets wat je wil gewoon kipsters op zee. Kipsters op zee? Kipsters op zee. Dat, zo zou je het eigenlijk het beste kunnen samenvatten. Dus je gebruikt de nieuwe kennis. Dus als ik het goed begrijp, zijn we nu nog als vissers jager-verzamelaars? Ja. Een groot deel? Ja. Behalve dan die Mekong-vissen allemaal. En jij wil dus dan
Dat wil je loslaten? Nee. Daar heb ik het niet over. We eten ook gewoon wild, hè? En dat zijn speciale dingen. Dat wordt extra gewaardeerd. En ik heb pas gelezen dat je botanical cooking hebt. En dan pluk je kruiden. Hè? Dat heb ik vroeger als biologiestudent. Ging ook wilde planten en zo en koken. En dan moesten mensen dan eten. En die zeiden, ja, interessant. ja. Maar dus je hebt nooit de mogelijkheid om nog meer voedsel uit zee te halen als je het niet ook op punten slimmer aan gaat pakken. Maar dat hoeft niet in plaats van. Maar hoe ziet dat kipster op zee er dan uit? Nou, waar ik aan denk is om ruimtes die al gebruikt worden waar je überhaupt niet mag vissen. Bijvoorbeeld in windparken, bijvoorbeeld als je hangende mosselkweken krijgt, hè, van die slierte mosselen. Die bodem die kun je niet gebruiken om te vissen. Daar kun je, daar heb je eigenlijk feitelijk een beschermd bodemgebied. Wat je ziet, en in Devon is er zo'n bedrijf, en die produceren ecologische mosselen. Ja. Daar heb je een heel klein beetje bemesting van die bodem daaronder. Je hebt bescherming. Lopen stukken kreeften, hè? Echt stukken kreeften. En 56 vissoorten zwemmen daartussen, die slierten. Dus die kun je ook vangen. Dat is niet het jagen, want jij jaagt echt. Maar dan gebruik je steeds meer je hersens en het duurzamer. We weten meer. We weten nu ook dat als je nu op de bodem kijkt... ja, dat toch heel veel zeebodem er heel beroerd aan toe is. Letterlijk en figuurlijk. Dat zeg je mooi. Okay, ja. En dat wordt ook nog niet meegenomen. Nou zijn er gebieden waar heel veel... Maar is het dan een beetje... Ja, mag ik hier heel even inbreken? Sorry. Dit klopt. Ik heb zelf in 2013 ook op krabben en kreeften gevist met kooien. En toen was ik de muziek gewoon wat te ver vooruit. Maar je hebt het over die beroerde zeebodem. Maar nou, als we zo'n storm als laatst hebben gehad, dan is daar natuurlijk heel veel aan de hand. En ja, dan wordt er ook heel veel beroerd. Dus ik vraag me af in hoeverre... ja, dat eigenlijk een probleem is. Op verschillende plekken in de Noordzee. Je hebt dynamische gebieden waar enorm veel beroering is. Daar leven wel beesten, zoals de Noordkromp, die gewoon 500 jaar kunnen worden. Maar niet als je daar met een boomkor overheen racht. Dan is die schelp stuk, gaat die dood. Ja, absoluut. De wulk, die een roofslak, echt een predator, die wordt 25 jaar. Die zit er zo snuf. En die gaat ervoor. Ja. Eén keer boomkor erover, dood. Weet je? Dus je moet niet alle gebied in de Noordzee... als een soort akker gebruiken. Maar er zijn stukken waar dat kan. En ik zou zeggen, begin met zandwingebieden. Want die zandwinning is nodig voor de bescherming van de kust. Daar schijn je heel veel... als je dat op een slimme manier doet, in een slimme vorm... heel veel platvissen te kunnen hebben. Daar kan het geen kwaad. Dus begin daar vooral. En dan zijn er hoogdynamische gebieden waar het ook geen kwaad kan. Maar er moeten stukken zijn, hoogdynamisch, waar je echt die natuur... met rust laat, waar je noordkrompen krijgt van 500 jaar... wulken krijgt van 25 jaar, die zijn ook nodig. Maar niet alleen maar. Maar worden vissers dan toch meer een soort zeeboeren? Nee, je hebt vissers die jagers zijn. Je hebt ook jagers op land. Ja. En dan eet je een wilde eend en die is gewoon gejaagd. Nou, hè, tenminste, als je dat wilt. Hè. Ik vind dat geen probleem. Maar ze roepen alsmaar, er moet meer voedsel uit zee... want we redden het niet meer op land. Hè? De rek is eruit. Er kan niet nog meer geproduceerd. Nou, als je eens begint met gebieden waar toch al mensen komen... het is geen natuurgebied, maar je kunt natuur inclusief... enorm veel meer voedsel produceren. Als je kijkt naar een scheepswrak... Hè, we hebben dus heel weinig structuur over op de zee... En daar heb je gewoon 300, 500 keer meer biomassa. Dat kan je voor een deel gebruiken om daar dieren te laten leven die je oogst. Ja, en hoe, want als we nou kijken naar van hoe de Noordzee eventjes door... is het dan wel het idee dat wij dan vooral onze vis uit de Noordzee halen trouwens? Zou ik heel erg voor zijn, ja. Het is een schone zee, het is een gezonde zee in principe. Hij is alleen nogal kapot. Ja. Dat is jammer. Maar zo gauw je hem heel maakt, in no time, weet je niet wat je ziet. Hoe mooi. Kijk, hier zie ik... Ik leg dit plaatje uit, want ik snap er niet. Ja, dit is niet een plaatje van mij. Ik kan het dus ook niet zo goed uitleggen. Ik weet wel dat... Het is maar een plaatje. Nee, het is niet zomaar een plaatje. Okay. Het is van collega's uit Wageningen. Die hebben een toekomstvisie gemaakt. Ja. En het rechterplaatje, daar zie je dingen hangen. En daar zit...
daar zijn ze zeewier aan het kweken. Er drijven dingen op zee. Dus je maakt niet echt een eiland, maar het zijn drijvende hubs waar je dingen kan doen. Ja, en hoe combineert dit dan? Want ik zie daar ook wat windmolens. Dat wordt ook een belangrijk aspect van de Noordzee, neem ik aan, de windmolens. Ja, ja. En daar hangen dus allemaal dingen tussen. Ik denk wel dat we ook rekening mee moeten houden dat we nu... We hebben het helemaal goed bedacht met die windmolens. Maar er zijn heel veel andere dingen mogelijk. Dus we moeten niet alleen maar windmolens, windmolens, windmolens. Je hebt ook drijvende zonnepanelen. Je kan maanenergie doen, dynamic tidal power. Want die stroming gaat 6 uur heen en 6 uur terug. Er zijn veel meer dingen mogelijk. Dus laten we alsjeblieft daar ook naar kijken. Maar de Noordzee wel als een belangrijke bron van energie, dat sowieso? Dat is onvermijdelijk. Dat houdt niemand tegen. Maar mijn droom staat niet op dit plaatje. Dat vind ik dan jammer. Ja, ik word hier ook heel, heel angstig van. Kom eens op jouw angst, maar ik wil eerst even... Neem ons mee in je droom. Nou, mijn droom is dat ik wil gewoon dat proberen op 1 vierkante kilometer. En wat ik me daar voorstel, dat je daar structuren legt. He, we moeten weer structuren terug, geïnspireerd door die scheepswrakken. Daar kun je heel slim inrichten dat daar heel veel kreeften kunnen leven. Er komt een beetje van die mosselen, komt een beetje voeding. Krijg je wormpjes, krijg je krabben, dat eten die kreeften. Je hebt daar zeebaars, die komt daar eten. Je hebt daar kabeljauw, die komt daar eten. En de vissers, die de ervaring wel moeten hebben van het kunnen vissen en op zee gaan, wat gewoon een vak apart is, die mogen daar buiten met lijnen of kooien of hoe dan ook die vissen vangen, netjes beheerst. Die mogen langoustines vangen, die mogen kreeften en krabben vangen. Maar niet maar één ding en niet alles kaalschrapen. Dus ze mogen er niet in. Maar als je nou zorgt dat die grote kreeften hun huizen naar buiten vinden, die kleintjes in het midden, dan heb je aan de buitenkant die joekels. En die gaan nou... En binnen is eigenlijk de kweekvijver, zeg maar. Ja, en er is ook heel veel ruimte voor natuur en dodemansduim, wat dus een zacht koraal is en niet een dooi visser. Maar dat is gewoon mooi en daar zit... Je krijgt veel mooier water, want er zitten heel veel filterfeeders, die filtreren het water. Dus de Noordzee is niet een vieze grijze bak. Ja, nu wel, maar het is niet vies, maar er zit heel veel troebelheid. Ja. Zo gauw je heel veel mosselen hebt of heel veel oesters hebt, nou, platte oesters... Ja, dat was vroeger volksvoedsel. Het is weg. Jammer. En dat kan weer terug. Ja. Henrik, word je nog steeds angstig van? Nou, wat ik hier hoorde, vind ik... klinkt fantastisch, maar wat ik hierachter zie... Ja, het zijn van die... Kijk, we hebben natuurlijk niet voor niks Tinka uitgenodigd. Die collega's die hebben er gewoon wat minder kijk op. Nou ja, ik zie hier dat we van de Noordzee... wat een natuurgebied is. Ik ben het eens dat we nog beter voor kunnen zorgen. Maar dat we alleen maar er een grotere industrieterrein van maken. En daar vind je dat jeuk van. Met dit plaatje? Ja, ik denk dat die ruimtelijke ordening beter moet. Want je kan wel zeggen van, je vaart er een beetje overheen. Dat geeft niet, het maakt een gigantisch lawaai. En dat zit in het bereik waarin vissen tegen elkaar praten. Dus... Dat heeft een enorme impact. Denkt niemand over na. Dit is gewoon een industriegebied op zee. Ja. En er zijn stukken nodig waar de natuur helemaal met rust wordt gelaten. 100% bodembescherming. Gewoon niks doen. Is goed. Klaar. Henrik? Stukken, hè? Niet alles, maar... Ik ben het absoluut mee eens, ja. Laura, wat vind je ervan? Ja, ik heb er nooit eerder van gehoord. Dus het is nieuw voor mij. Ik vind ook... Als jij zegt, ik word er angstig van dat plaatje, dat heb ik ook een beetje. Omdat ik denk, moet echt alles geëxploiteerd worden. We hebben dus nu ruimte tekort op land en we gaan nu dan de zee in. En dat doen we natuurlijk al met die windmolens. En het is allemaal uit te leggen. Maar ik denk dat er misschien wel minder wordt geëxploiteerd op een bepaalde manier. Nou, ik denk dat per hectare de voedselproductie makkelijk... vertienvoudigd kan worden ten opzichte van sleepnet gebruiken. Je krijgt een diversificering, dat is ook mooi. En wie weet kun je dan alle seizoenen wel iets vangen. Ik moet bekennen dat ik dat niet weet. Zou ook mooi zijn, hè? Hoeft het niet met vliegtuigen. Nou, sowieso, als je je eigen kreeft hebt. Gewoon Noordzeekreeft van om de hoek. En niet per vliegtuig uit Canada of zo aangevlogen. Dat is toch veel mooier. En dat kan makkelijk, als we weer structuren hebben. Kreeftenhotels, en ze worden groter volgende kamer, nog groter volgende kamer. Oei, nou zit ik in een kooi. En dan krijgt de nieuwe weer een kans, zo ongeveer.
Ja, Laura? Een soort viskwekerij is het. Ja, maar het verschil is dat bijvoorbeeld die vissen, want je krijgt natuurlijk ook meer vis, als die last hebben van visluis, dan gaan ze naar een poetsplaats. Dat doen ze zelf. Van, nou, ik wil nu naar die poetsplaats. Terwijl je, ja, daar word ik altijd een beetje moedeloos van. Dan stop je vissen die honderden kilometers moeten zwemmen per jaar, duizenden. Hè, zalmen, tonijnen, die stop je in een net. Kunnen ze rondjes zwemmen, doe je allemaal voer in, wordt poep, dooi je mat daaronder. Krijgen ze luis, moet daar medicijn bij. Dat is vreselijk. Dat is helemaal niet nodig. Laat die beesten zelf bepalen dat het zo leuk is om naar jouw extensieve zeeboerderij te komen. En je moet dus ook niet denken, ik heb dan een oogst van 10.000 kabeljauwen. Nee, dan vang je er 200. En de volgende keer weer 200. En je vangt een paar zeebaarsen. En je vangt een paar dit en dat. Ja, waar ik me wel zorgen over maak, want ik ben best bereid om er heel open naar te kijken, hè, en positief. Maar wat je wel ziet in de voedselvoorziening is dat het altijd natuurlijk gaat over het grote geld en het geld verdienen. En wie zegt dat je af en toe een kreeft daar vandaan haalt? Nou, er is, want we hebben het over een transitie op zee wat betreft energie. Een transitie op zee wat betreft natuur die weer terug moet komen. Transitie op zee wat betreft voedsel. Maar kunnen die transities allemaal samen gaan? Nou, er moet er eentje bij waar veel meer over gesproken moet worden. Namelijk gewoon de sociale transitie. Dus er komen andere beroepen bij. Maar mensen moeten ook eigenaarschap krijgen over dat stuk. Want als iedereen dan naar dat stuk gaat, en ja, dan ga jij niet investeren. Dus dat hebben we op land ook natuurlijk. Een boer zaait graan. Die mag dat graan oogsten. Dan mag niet zijn buurman ook dat graan oogsten. En dat is nu, is er nog niet. Daar zijn hele goede dingen al over bedacht door mensen die daar verstand van hebben. Is dit nergens ter wereld nog? Niet zodanig uitgewerkt, nee. Nou, het is... En de belangrijkste boodschap die ik hieruit filter, waar ik het helemaal mee eens ben, dat is dus geen vis kweek op zee, maar vooral de natuur zijn gang laten gaan. Ik wil iedereen vragen om de docu Artificial te kijken. Artificial. Ja, zo heet hij. Dat gaat over de hatcheries in Noord-Amerika. Ja. Daar gingen we ook van. Dat willen we als mensen. Hè. Dan willen we vooral wat doen. Een zalmkanon en weet ik het al. Jij even iets op anders? Het moment dat we onze handjes ervan aftrokken en de natuur het lieten doen, toen ging het goed. Maar zalmkwekerijen en Hendrik, als we nou willen toegaan naar verduurzaming van de visserij, en we hebben het dan ook over die BBB, en dus nogmaals niet die van Caroline. Hoe krijgen we, jij bent van Urk, hoe krijgen we jouw Urker collega's daar ook in mee? Nou ja, dat begint met een stukje perspectief. Een stip aan de... Ja, dit is een wat zei dit nou? Begrip. Een stukje perspectief maar en een stip aan de horizon. Ik wou dat je het allemaal niet zou zeggen. Ja, Sorry. Maar dat is wel echt zo. Want dus, op dit wat houdt moment, dat in dan? Nou ja, op dit moment voelen collega's en ik zelf ook... vooral je hier erg in de steek gelaten. Maar wat wil je hebben dan? Wat hebben jullie nodig? Nou, een duidelijk plan. Ik denk dat iedere visser... Ja. Dit aangehoord hebbende dat je vissersbloed hier harder van gaat stromen. Nou, dit verhaal. Oké. Okay. Auwe, hoe kan je de vissers perspectief bieden? Nou, nee, kijk, zijn er nu regels, overheidsregels die dit verhinderen? Of moet de overheid meebetalen? Of... Nou, eerst de regels. Dat is mijn rol. Er moet eigenlijk een vijfde transitie, bedenk ik nu. Jeetje, het is namelijk, het wordt steeds de overheid moet ook een transitie doormaken. Want de regels die nu gelden zijn gemaakt toen niemand hierover nadacht. Ja. En al die toestand... Oh, dit is nu mijn mooie plaatje van een kabeljauw. Hoe heet het? Die regels die lopen achter de feiten aan. Natuurlijk moet je als Rijkswaterstaat zorgen dat het veilig is. Maar mensen moeten ook experimenten kunnen doen. Hè? Daar moet een balans tussen komen. Dus... Nou, ik had een consortium met een plan en we zouden het proberen. Er was een visser bij, was een andere visser dan jij. Iedereen had er zin in. Maar er kwam geen vergunning om structuren ergens neer te leggen. Ja, dan houdt het op. Dus wat ik nu hoop, als ze binnenkort van die hangculturen wel mogen... die wachten ook al anderhalf jaar op vergunning om dat te proberen. Terwijl het een hele goede manier is van voedsel produceren. Dan hoop ik dat ik daaronder... ook mag uittesten. Hè? Want ik heb een mooi verhaal natuurlijk. Je moet wel testen of het werkt.
en bijsturen. En de regelgeving waarom is er een regel dat je geen structuur... Kijk, regels zijn nooit voor niets gemaakt, hè? Dus zeker, ja. Waarom is er een regel dat je geen structuren mag aanbrengen? Veiligheid. En daar moet je natuurlijk ook heel goed naar kijken. En dingen moeten niet gaan rollen. En zeker in een windpark. Ja, je wil niet dat er van alles... Nou ja, we hebben het gezien met die boot... Die baf. En niet iedereen moet zomaar in een windpark kunnen. Daarom wil je ook als onderzoeker daar vooral niet beginnen. Maar goed, ik vind, het gaat natuurlijk om het perspectief. Ja. En dit zijn dan nu eventjes belemmeringen. Maar zie jij een toekomst voor de Nederlandse visserij? Nou, ik denk aan twee dingen die nu helemaal niet aan de orde zijn geweest in het gesprek. En het eerste is dat we toch, denk ik, ook als samenleving veel plantaardiger moeten gaan eten. Dus dat het eigenlijk heel goed is dat de Nederlanders niet elke dag vis eten. Zou ik zeggen. En dat zou dan in de rest van de wereld ook zo moeten, want... Misschien eten ze dan wel elke dag vlees. Ja, vlees moet ook minder. Dus het is een heleboel van ons voedingspatroon is niet houdbaar als je de aarde na wil laten aan latere generaties. Dus daar zal iets in moeten veranderen. En het tweede is vissenwelzijn. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Want het is me nogal wat om gewoon, als je het eigenlijk niet nodig hebt, dieren te gebruiken om jezelf te voeden. Ik ben helemaal geen veganist of wat dan ook. Hè. Ik eet vlees en vis, maar ik vind toch wel iets waar je ook over na moet denken. Dus je kan denken, het moet allemaal blijven op het welvaartsniveau zoals we het nu kennen. Maar ik denk dat het ook minder moet. En dan weet ik niet of dit allemaal noodzakelijk is. Ik denk toch wel dat je veel beter een scharretje of een scholletje kan eten dan avocado's. Dus ik weet niet of ik het hier helemaal mee eens ben. En ik ben het daar ook mee eens. Nee, maar kijk, als avocado's ergens ver vandaan moeten komen... dan past dat ook niet bij een CO2-vriendelijk dieet. Ik denk dat daarom vond ik hem heel zwart-wit, dat je zei... Jongens, luister. Dit is echt een heel leuke discussie voor straks aan de bar. En daarmee wil ik jullie hartelijk danken. Jou ook, de historicus, ik weet niet waar die is ook. Annemee, redactie van Pointer... En u natuurlijk allemaal ook thuis voor het kijken en u in de zaal. Hartelijk dank. De bar is open. Yes.